RTN heeft een oude traditie afgestoft en twee nieuwe vrijwilligers op pad gestuurd. Ik heb het hier over de straatvraag. Hoewel in heel Nederland de gemeenteraadsverkiezingen naderen, vinden deze in Nijverd pas in half november plaats. Onze vraag was dan ook, gaat u in maart nog stemmen? Wij hier in Nijverd stemmen deze verkiezingen niet in maart, maar jullie wel. Ja, ik woon zelf in Gaasterlandsleert en daar wordt wel gestemd. Gaat u ook stemmen in maart? Waar ga ik op stemmen? Gemeenteraadsverkiezingen? Oh jee. Misschien. Wist u dat er in maart geen verkiezingen zijn in Nijverd? Nou, ik hou me daar eigenlijk niet zo mee bezig, nee. Stemmen? Nee, denk ik niet. Niet voor de gemeenteraadsverkiezingen? Hou ik me helemaal niet mee bezig, nee. Wist u dat er in maart geen gemeenteraadsverkiezingen zijn in Nijverd? Wist ik niet eens, nee. Daar gaan we er sowieso weinig mee bezig. Nou. Ja. Gemeenteraadsverkiezingen? Ik denk het wel. Maar wist u ook dat er gemeenteraadsverkiezingen niet in maart zijn in Nijverd? Nee, dat wist ik niet. Nee, stem maar nee, dat doen we niet nou. En je weet ook dat er gemeenteraadsverkiezingen zijn? Weet ik ook, ja. Maar weet je ook dat die niet in maart zijn in Nijverd? Weet ik ook niet. Ik hou me helemaal niet bij je met stemmen. Dus wat dat betreft weet ik er heel weinig van. Stemmen? Ja, dacht ik van wel. En weet u ook waarvoor? FNP, hè? Waar de verkiezingen voor staan? Oh, nee, daar heb ik het voor. Nee, daar bemoei ik me net zo heel veel mooi. Gemeenteraadsverkiezingen? Gemeenteraadsverkiezingen, dat is dan zitten we wat dichterbij die, maar het horen niet echt. Maar wist u ook dat de gemeenteraadsverkiezingen niet in maart zijn in Nijverd? Oh, natuurlijk, Jan. Precies, ik heb er helemaal geen verstaan van. Weet ik niet. Weet je waar de verkiezingen voor staan? Volgens mij zijn er gemeenteverkiezingen. Ja, dat is juist. Maar wist je ook dat in Nijverd geen gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart? In verband met de grote gemeente? Ja, precies. Ik weet het nog niet. Ik heb me ook niet zo mee bezig gehouden. Tuurlijk. Zij wel, wij niet. Als wij stemmen, dan, als net stem staan, dan gaat die stem naar een partij waar slauwe net een stem naar Henningen was. Gaasterlandsleert. Ja, ik ben bij Gaasterlandsleert. Waarom stemt toen dan net? Nee, voor het heb geen stemmen in maart vanwege de herindeling. Weet u ook wanneer ze wel zijn? Ik denk van november of zo. Altijd trok hier. Ja. Weet u ook waar de verkiezingen voor staan? Gemeente, toch? Ja. Maar wist u ook dat in Nijverd de verkiezingen in november zijn? Nee, dat wist ik niet. Nou, ik wil heel graag stemmen, maar het is voor mij niet echt duidelijk op wie moet ik stemmen. Ik vind een beetje informatie is te weinig doorgegeven voor mensen. En dat vind ik hartstikke jammer. En wist u ook dat er geen gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart van Nijverd? Ja, dat weet ik. Dat vind ik ook jammer. Maar willen we graag als gemeente Nijverd blijven zoals is. Geen grote gemeente. Ik ben oorspronkelijk uit Polen gekomen hier naar Nederland. En voor mij dat is zoiets als Nederland gaat achteruit. Zoals Oost-Europa. Van kleine gemeenten willen ze groter maken. En nu is in Polen op dit moment andersom. Die grote gaan weg en maken ze juist kleine. Ze willen vlakbij mensen blijven zijn. En hier is andersom. Dat vind ik juist niet goed. Ik denk het wel. Weet u ook waar de verkiezingen voor zijn? Ja, staten of de provinciale gemeenteraadsverkiezingen? Ja, gemeenteraad, provincie toch ook. En u komt uit de gemeente Nijverd? Ja. Wist u ook dat de gemeenteraadsverkiezingen in november pas zijn? Nee, ik heb nog geen idee wanneer het is. Ik krijg vanzelf de papiertjes thuis, dus dan merken we het wel. In maart en december? Ja, dacht ik wel, ja. Weet u ook waar de verkiezingen voor zijn? Ja, voor de gemeenteraad, hè? Of niet?
En u wist ook dat de gemeenteraadsverkiezingen niet in maart worden gehouden in Nijevert? Ja, dat heb ik wel een beetje begrepen, ja. Zo, wanneer gaat u dan naar de stembus? Dat weet ik dan niet. Alvast. En weet u ook waar de verkiezingen voor zijn? Nee. Gemeenteraadsverkiezingen? Ja, volgens mij wel. Maar wist u ook dat de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Nijevert uit zijn gesteld? Nee. Dank u wel. Nou, wist ik niks van. Dus zo hoor je nog eens wat op straat. Goh, dat zijn wel leuke vragen. Ik denk dat ik weer verder ga boodschappen. Denk het wel.